Wist je dat collega's van Lamb Weston op Tasty Tuesday hun eigen geproduceerde friet mogen proeven? Vandaag proeven ze namelijk een van de producten op de kaart van de frietatelier. En ik heb het geluk dat ik mee mag proeven. Heb je al een lekker frietje mogen proeven? Ja, ik kom daar speciaal hier naartoe voor. Lekker, en hoe vind je dat dan, dat je dat mag proeven? In lunchtijd, denk ik. Nou, helemaal tof, want het leukste is, ik heb zelf aan dit project gewerkt, 4 jaar geleden. 4 jaar geleden al? 4 jaar geleden. En uiteindelijk is dat nu uitgerold naar restaurants ook. En dan is het wel leuk om dat nu hier ook live mee te maken. Om ook echt het eindproduct te zien. Om het eindproduct te zien, proeven. En hoe het helemaal aangekleed is, is natuurlijk helemaal. En wat is jouw leukste herinnering van die 4 jaar? Samen met mijn collega Herbert hebben we samen met Sergio daar uiteindelijk een perfect product van gemaakt. Leuk. Ja. Nou, dat heb je goed gedaan, want volgens mij is iedereen heerlijk aan het smullen. Ja, kijk maar om je heen, dat is helemaal te gek hier. Kijk eens wie we daar hebben. Hey. Een oude bekende. Zeker. Ben je lekker aan het werk? Zeker weten, en nu even lekker wat eten. Nou, dan is dat wel een leuk tussendoortje. Ja, we gaan eens kijken of het smaakt, maar dat denk ik wel hoor, want wij hebben het gemaakt natuurlijk. Oh ja, inderdaad. En hoe vind je het dat dit dan wordt georganiseerd, dat je je eigen frietjes mag proeven? Ja, ik had het niet echt verwacht als ik heel eerlijk ben, maar daarom maakt het juist heel leuk. Leuk. Nou, zullen we er dan maar in tikken? Iedereen is al lekker aan het smikkelen, maar wat is nou jullie geheim om een lekker frietje te maken? Onze frietjes bestaan uit aardappelen uit de schil, allee, in de schil, daar hangt nog een deel schil aan. En die zetten we met zeekaasout en daarop doen we verschillende toppings. Lekker, dat zag ik al voorbij komen. Ja. Wat kan je dan bijvoorbeeld voor lekkers kiezen? Bijvoorbeeld stoofvlees, eentje met parmezaanse kaas, basilicum mayonaise. We hebben ook allemaal huisgemaakte sauzen, dus mayonaise. Truffel bijvoorbeeld, heel populair. Dus als de frietjes de fabriek uitgaan, dan komen ze weer goed terecht? Ja, ja, helemaal. Jij bent hier nog even lekker aan het smikkelen, zie ik. Nou, je was zo druk. Ik heb er eentje voor jou gehaald. Nou, dat is het niet. Dan smikkelen wij in ieder geval even lekker door. En ben jij nou benieuwd hoe het is om te werken in de fabriek? Bekijk dan een van de andere vlogs waarin ik bijvoorbeeld meewerk met Joeri. Tot snel.